Hoi en leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video ga ik jullie 25 feitjes over mezelf vertellen. Zo komen jullie een beetje meer over mij te weten en ik heb de 25 feitjes opgeschreven in dit leuke boekje van de HEMA. Ik denk, ik kan ze echt niet allemaal onthouden. Ik weet natuurlijk wel wat feitjes over mij zijn, maar ik heb ze een beetje op volgorde gezet. Dus vandaar dat ik het in het boekje heb opgeschreven en deze erbij hou. Dus mocht ik naar beneden kijken, weet je waarom? Mocht je nu wel zin hebben in deze video, net als ik, doe dan je duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan. En dat kan door op de rode knopje onder te drukken. En dat is helemaal gratis. En laten we snel beginnen met deze video. Feitje nummer 1. Mijn volledige naam is Cindy Vos Collet. Ik ben geboren in Losser op 4 januari 1991, dus ik ben 26 jaar. Ik ben op 29 juni 2015 getrouwd met Pascal. Pascal en ik hebben een hondje Lux. En Lux is een kruising tussen een mopshond en een chihuahua. Ik ben linkshandig. Sinds mijn 12e heb ik een navelpiercing. Ik ben helemaal gek op kerstmis. Ik ben echt kerstverslaafd. Ik leef het hele jaar toe naar kerstmis. En vandaar dat ik ook vanaf 1 december voor jullie vlogmas ga doen. 24 dagen lang tot aan kerst elke dag een video voor jullie online. Ik ben echt gek op zoete snoepjes. Mijn favoriete vakantieland is Mallorca. En mocht je deze video's nog niet hebben gezien, dat Pascal en ik afgelopen jaar op Mallorca zijn geweest. Ik zal even een linkje hierboven plaatsen. Ik ben de winnaar van Puzzeltijd Kids 2003. Vroeger, toen ik nog een stuk jonger was, heb ik ooit in een restaurant een stukje plafond op mijn pink gehad. En dat deed behoorlijk pijn. Gelukkig heb ik er niks aan overgehouden. Vroeger was ik fan van Aukje van Ginneken en toen zij uit GTS-T ging, heb ik besloten om nooit meer GTS-T te kijken. Dat heb ik echt maar één dag volgehouden en ik kijk toch tot de dag van vandaag nog steeds goede tijden. Gaat elke dag wel iets vallen, is het niet over mezelf heen, dan is het wel op de grond en dan gaat het kapot. Groente en sla mag niet bij mij op het bord, dat moet in een apart schaaltje. Ik ben gedoopt, ik heb mijn communie gedaan en ik heb ook mijn vormsel gedaan. De klok op mijn telefoon loopt maar liefst 50 minuten voor. Ja, klinkt misschien stom, maar dan heb ik het gevoel dat ik in ieder geval altijd op tijd ben. Mijn tv-liefde van vroeger was Ewout Genemans. Ik was helemaal gek van soep en ben ook naar de soep-fandagen geweest. In mijn nek heb ik een tatoeage en dat is een droomervanger. Ik heb een kuiltje in mijn rechterwang. Mijn favoriete geurtje is Dior Pure Potion. Toen ik nog klein was, een heel klein meisje was, had ik altijd een knuffel bij me als ik ging logeren of thuis. Die sliep altijd bij mij en dat was geen olifant en die heette Bobo. Ik heb het altijd koud, behalve als de temperaturen boven de 30 graden liggen. Maar als het 26 graden is thuis, kan ik nog best met een dekentje op de bank liggen. Ik ben ontzettend gek op winkelen, vandaar dat er ook al heel veel shoplogs van mij online zijn gekomen. En het allerlaatste feitje, ik kan tongdansen. Dan waren dit alle 25 feitjes over mij. Ik hoop dat je dit een leuke video hebt gevonden. En bedankt voor het kijken. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Dag!